Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier weer eens een Barbie voor jullie en dit is een best wel bijzondere Barbie. Het is namelijk de regenbooglicht Zeemeermin. Dat regenbooglicht daarom, dat is omdat ze een staart heeft die licht kan geven. De Bob is van Mattel en is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Ik vraag me af of je er echt onder water kunt houden. Het ziet er wel zo uit. Daar gaan we dan eventjes een testje mee doen. Maar eerst gaan we er eventjes uitpakken. Hier hebben we onze Barbie en ze is uitgepakt. Dit is de staart. Die zat er extra bij en die moet je zelf nog eventjes vastmaken. Zo. En die kan ook bewogen worden. Het is best wel een zachte staart van rubber en het heeft hele mooie kleuren van turquoise naar geel naar roze en verder nog parels. Dan gaan we onze Barbie eventjes wat beter bekijken. Ze heeft blond haar, best wel lang. En dan heeft ze nog roze plukken erdoor. Dan heeft ze nog een kroontje op haar hoofd. Dat is in het roze met een grote schelp erop. Dan draagt ze nog roze parels, een ketting. De make-up is vooral roze eigenlijk. En dan heeft ze zo'n topje aan. In het roze, blauw en paars. Ook hier zitten er weer parels op. Aan de achterkant is het blauw. En hier zie je ook dat de Barbie op batterijen werkt. Je kunt hier namelijk bij de rug haar openmaken en dan kun je de batterijen wisselen. De batterijen die zitten er trouwens al bij. En dan is eventjes de staart. Die is doorzichtig, want daar kun je dan de lichteffecten doorzien. Om de heup heeft ze dan een soort van riem. En de staart is aan de achterkant roze en heeft schubben, zoals een soort vis. Hieronder hebben we dan nog een paarse band. En dan zou ik zeggen, we dopen de Barbie eens in het water en dan kijken we wat er gebeurt. Hier hebben we onze bak met warm water. Dan gaan we eens kijken hoe ze erin uitziet. Je kunt nu op dit knopje drukken, op de ketting. En daardoor beginnen de lampjes dan te branden. Het is in verschillende kleuren, van groen, geel, naar blauw, naar rood. En je hebt verschillende standen ervoor. Net ging die knipperen en nu gaat die achter elkaar. Dit is ook meer een soort van blinken of fonkelen eigenlijk. Dus het is niet de hele tijd hetzelfde, maar een beetje verschillend. Dat is in ieder geval heel interessant. En ik vind het ook wel heel leuk dat deze Barbie in bad kan. Als je wilt, dan kun je natuurlijk ook met de staart een beetje zwemmen, want die is ook vrij bewegelijk. En is van rubber. Zo kan Barbie dus met haar staart bewegen onder water. Ik vind haar super, vooral omdat ze dus onder water kan. Dat is natuurlijk ook heel leuk voor in bad, dan kun je in bad spelen met je Barbie. En die lampjes die zijn natuurlijk ook heel mooi. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden van de Barbie van Mattel. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!